Dag coach, eerste vraag. Hoe zit het met de beschikbaarheid en blessures gekregen voor de match van aanstaande zaterdag tegen Union? Ja, die blessures die zijn altijd dezelfde als de vorige week. Dus met Kian en met Lucas Stassin. Er zijn nog een aantal jongens onzeker, waaronder Nicolas Madsen, waaronder ook Brian Reynolds. Dus die jongens, dat moeten we nog even bekijken hoe ver dat die precies zijn. Ja, daar wou ik op inpikken. Reynolds en Madsen bleven afgelopen wedstrijd na de rust in de kleedkamer. Zijn ze dus niet fit voor morgen? Nee, er zal nog een test volgen en dan zal de beslissing genomen worden. Maar het zal gewoon belangrijk zijn dat wij allemaal met fitte spelers naar daar gaan. Dus daarom is het ook belangrijk om de juiste test te doen. En bij hen zullen we op het laatste moment beslissen wat het beste is. Ja, Rommels is geschorst voor de komende wedstrijd en zal hoogstwaarschijnlijk vervangen worden door Jordan Bos. Hoe is die teruggekeerd van de Asian Cup? Hoe zit het met zijn fitheid? Ja goed, het is natuurlijk als je zo lang weg bent en je zit in zo'n toernooi, dan verlies je toch wel altijd een stukje van je fitheid. Maar ik moet zeggen dat Jordan ongelooflijk goed is teruggekeerd. Ook mentaal, omdat het toch niet zo evident is. Je zit op een groot toernooi. Maar ook de manier waarop dat ze uitgeschakeld zijn was... Het was toch een enorme ontgoocheling voor hen. En dan zie je een jongen die heel snel terug is. Die heel snel ook heel positief is. En ook fysiek gezien vind ik dat het best oké is. Dus ik ben heel blij de manier waarop dat is teruggekeerd. Dan nog even over een van jullie winteraanwinsten. Karel Boris, de 7-jarige Pool, heeft deze week voor het eerst meegetraind met de groep. Welke indruk heeft hij bij u achtergelaten? Ja, hij heeft zeer goede indruk nagelaten. Hij is uiteraard heel jong. Ik heb hem nog niet zoveel aan het werk gezien. Want hij heeft fysieke testen afgelegd. Dus ik heb hem eigenlijk nog maar anderhalve keer op training bezig gezien. Maar wat je ziet is het enorme talent. Hè. Het is een jongen die technisch heel onderlegd is. Maar ook de zaken waar dat hij moet in beter worden komen aan bod. Je ziet ook dat hij fysiek nog wel wat progressie moet maken, wat logisch is op die leeftijd. Maar hij is een hele, hele vriendelijke jongen die meteen goed in de groep ligt en die ook technisch onderlegd is. Dus dat zie je onmiddellijk op training. Dan even terug over de wedstrijd van La Leuven van afgelopen weekend. Hoe hebben de spelers die nederlaag verteerd? Dat was een enorme ontgoocheling. Vooral omdat zij ook voelden dat zij een op zich een goede wedstrijd hadden gespeeld. Door de fouten die we gemaakt hebben in het begin van de wedstrijd, door de twee doelpunten die te snel kwamen, was het eigenlijk constant achter de feiten aanhollen. En dan hebben wij op zich goed gespeeld. Maar dan, het laatste paas, de laatste voorzet, de laatste momenten in hun 16, was toch net te weinig van ons. Ondanks dat we ook een aantal goede kansen hebben gehad, die moet je dan nemen. En dus met andere woorden was het gevoel dat we zeker meer konden halen. En dat zorgde voor een enorme ontgoocheling. Langs de andere kant hebben wij wel gedaan zoals dat we de voorbije weken doen. Dus gewoon die wedstrijd goed geanalyseerd. Die ontgoocheling, daar hebben we over gesproken. We hebben gesproken wat beter moet. En daar zijn we mee aan de slag gegaan deze week. Dus op dat vlak is die ontgoocheling wel weg nu. Ja. Westerlo scoorde dit seizoen amper 4 keer op een voorzet, 1 keer op een vrije trap en 1 keer op hoekschop. Zorgt dat voor enige twijfels in de hoofden van de spelers? Nee, maar we hebben wel een goed gesprek gehad deze week. We hebben wat extra beelden laten zien. We hebben ook verder op getraind. Maar goed, stilstaande fase, dat is niet iets wat je onmiddellijk zomaar verandert. Het heeft te maken met agressiviteit, maar het heeft ook te maken met gestalte, met timing. Want je hoeft ook niet zo ontzettend groot te zijn om een goede kopper te zijn. Dus
Dat is ook een kwaliteit. En ja, goed, daar moeten wij aan werken. Wij moeten ons, of wij mogen ons daar niet bij neerleggen, dat dit niet een absolute sterkte is van dit team. Maar dus trainen wij bij individueel. Wij trainen ook keihard op dat soort zaken. Omdat je merkt dat we, nadat we gewerkt hebben aan ons teamgevoel, daarna hebben we gewerkt aan ons voetbal, we hebben gewerkt aan onze defensieve organisatie. Ja, en dan zitten we nu in de fase van de belangrijke details. En dat zijn de twee boxes die wij moeten één beter gaan verdedigen op stilstaande fasen. En anderzijds moeten wij ook ons voorzetten gaan verbeteren, onze timing van inlopen, het aantal mensen in die box. Het zijn heel belangrijke details of een volgende stap die wij moeten nemen. Dus ja, daar zijn we nu mee bezig. Ja. Zaterdagavond zat dan de confrontatie met de leider Union op het programma. De laatste wedstrijd dat u coachte tegen Union was nog met Club Brugge. De 3-1 zege in de titelstrijd vorig jaar. Wat neemt u mee van die confrontatie vorig jaar naar de wedstrijd van morgen? Als we kijken naar de sterktes van Union. Ik neem van die wedstrijd heel weinig of niets mee. Waarom niet? Omdat dat was gewoon een ongelooflijk aparte wedstrijd. Kijk, de belangen waren zo groot. De druk bij Union was zo ongelooflijk groot. Dat was gewoon een wedstrijd die je moeilijk kan omschrijven. En dat zal heel anders zijn morgen. Er zijn ook heel veel nieuwe spelers bij Union. Er is een nieuwe coach. Er zijn zoveel nieuwe dingen daar. En ook de omstandigheden van die wedstrijd zijn zo anders dat ik daar weinig van meeneem. Ik weet alleen dat ook vorig jaar, maar dit jaar misschien nog meer, dat Union gewoon een complete ploeg is. Het is de beste ploeg van het land op dit moment. En ik denk niet alleen op dit moment. Ik denk dat het van goede huizen zal moeten komen om Union van de titel te houden. Omdat zij gewoon een complete ploeg zijn. Met fysieke capaciteit, met voetballende capaciteit. In omschakeling, ze kunnen verdedigen, op stilstaande fase zijn ze goed. Dus ik zie daar heel veel kwaliteit. Aan de andere kant, wat ik dan misschien wel meeneem van die wedstrijd van vorig jaar, is dat je altijd moet geloven in de kansen die je hebt. En als je een goede wedstrijd, of als wij daar een goede wedstrijd spelen en wij zijn top, dan zijn er ook absoluut mogelijkheden. Maar het is zoals telkens als je naar een topclub gaat, moet je top zijn. Dat hebben we getoond in Gent, dat hebben we getoond in Antwerpen, dat hebben we niet getoond in Club Brugge. En je ziet gewoon de verschillen naar resultaten. Club won deze week van Union in de beker. Dat was het einde van een reeks van 20 wedstrijden waar Union niet verloor in eigen land. Is dat voor jullie een voordeel of eerder een nadeel dat Union verloren is, omdat het dan eventueel, omdat ze zich dan terug op scherp kunnen zetten? Kijk, ik heb heel veel, eerst en vooral respect voor mijn collega, wat hij daar doet in Union. En ik ken hem niet zo goed persoonlijk. Maar als ik hem een beetje ken, dan weet ik dat hij zijn groep dubbel scherp zal zetten na die nederlaag. En niet zozeer die nederlaag, want ik denk dat je op Club Brugge wel een nederlaag kan hebben. Maar ik denk dat de coach wel een aantal punten ook zal aangegeven hebben aan zijn team dat hij beter wil zien. Dus ik denk dat zij op scherp zullen staan. En daar moeten wij mee omgaan, daar moeten wij klaar voor zijn. En hoe gaat u de wedstrijd aanvatten? Kies u voor een andere aanpak of voor een andere strijdplan? Of dat u de laatste weken hanteerde? Of kiest u voor dezelfde aanpak? Kijk, ik denk dat wij doorheen de weken alleen maar gegroeid zijn. Het zou ook heel van weinig vertrouwen getuigen. Moest de manier waarop dat wij het aanpakken de voorbije weken, moest ik dat nu volledig gaan veranderen. Maar goed, je moet bepaalde zaken die een tegenstander doet, moet je wel gaan aanpakken. En daardoor
moet je wel bepaalde details gaan veranderen. Moet je wel bepaalde zaken eventueel gaan aanpassen. Maar dat is bij iedere tegenstander zo. En dat zullen we bij Union ook doen. Maar in het algemeen ja, vind ik dat onze voetbalprincipes overeind moeten blijven. Omdat ik een team zie die daarmee aan de slag gaat, die dat ook week na week beter doet. En ik weet dat wij in een situatie zitten dat vooral de resultaten tellen. Dus uiteraard moeten wij daar ook mee bezig zijn. Maar aan de andere kant geloof ik nog altijd dat als onze performance goed is, dat dat de grootste kans is op punt. Mijn laatste vraag. Er is er nog 6 wedstrijden in het reguliere seizoen. Hoe blikt u vooruit op die laatste rechte lijn van dit seizoen? Dat zijn 6 finales. En wij moeten dat ook zo aanpakken. 6 finales die... ja, iedere seconde die wij op dat veld staan, moeten wij onszelf 300% geven. Dat hebben wij de voorbije week ook gedaan. Ik kan die jongens ook na Leuven weinig verwijten dat ze er niet voor gegaan zijn. Ze hebben gestreden. Maar we moeten ook beseffen dat in finales dat de details het vaak bepalen. En met details bedoel ik die stilstaande fasen, bedoel ik de keuzes die wij maken aan de bal, die laatste pas, de kansen die wij krijgen, de efficiëntie die daarbij zit. Dit bepaalt eigenlijk een voetbalwedstrijd. Wij moeten ons heel hard van bewust zijn dat in zo'n finales dat het daar uiteindelijk om draait. Want je kan wel beter en op sommige momenten goed voetbal brengen. Maar uiteindelijk gaat het hem toch over op het einde van de wedstrijd dat resultaat gaan binnenhalen. Dus wij moeten enerzijds resultaatgericht spelen, maar anderzijds moeten wij gewoon wel volgens onze manier van voetbal en op die manier die 6 finales aanpakken en dan kijken waar we uitkomen.